In ijzige kou hebben de occupiers in de Leeuwarder Lange Marktstraat hun actie de afgelopen winter volgehouden. Nu de temperaturen wat behagelijker worden, ruimen ze hun protestcamping op. Het punt is gemaakt, zo heet dat in termen van actievoerders. Er werden volop gesprekken gevoerd met voorbijgangers. Sommigen haalden hun schouders op, anderen werden bepaald bij zaken als globalisering en de huidige vormen van economie. Het terrein wordt deze week keurig opgeruimd en de tenten verhuizen naar Ter Apel. Daar slaat momenteel een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers voor het aanmeldcentrum. Verslaggever Anton Kappers sprak met de Groninger occupier Rob Heusdens, die de tenten kwam ophalen. Mijn naam is Rob Heusdens, ik kom uit Groningen. Wij zijn van het tentenkamp Occupy Groningen aan de Sluiskade. En we zijn hier op bezoek in Leeuwarden. We hebben gehoord vanochtend, zouden we eigenlijk eerst doorgaan gelijk naar Ter Apel toe. Omdat daar momenteel zijn veel uitgeprocedeerde vluchtelingen daar. In december waren het Somaliërs, op dit moment zijn dat Irakezen. Die hebben dus allerlei dingen nodig. Tentzeilen, tenten, dekens, voedsel, kleding enzovoort. Goed, we hebben besloten om eerst hierheen te gaan, omdat Leeuwarden twee tenten over had. Want ze gaan hier het tentenkamp afbreken. Ze gaan wel door, ook bij Leeuwarden, maar in ieder geval zonder tentenkamp. Dat betekent dat die tenten over zijn. Die konden wij dus mooi meenemen naar Ter Apel toe. Dus die hebben we nu ingepakt in de bus en die worden dus opgehaald en daar neergezet in Ter Apel. En we hebben ook spullen kunnen meekrijgen van de weggeefwinkel. Die halen we ook dus straks op. Deel hebben we nu al. In Groningen is een groep mensen, zeg maar, die zijn nu aan het koken voor de mensen in Ter Apel. Die gaan voor 200 mensen eten koken. Dus dat gaan we dan vanavond ook meenemen. Dat is voor de uitgeprocedeerde asielzoekers? Dat is voor de uitgeprocedeerde asielzoekers die in tentenkamp zitten in Ter Apel. Nou, Groningen, wij hebben op zich wel wat we nodig hebben. Kijk, het is wel zo, bij ons is dus vorige week een tent afgebrand. We zijn al mee bezig om daar geld voor te zamelen dat we een nieuwe tent kunnen kopen. Dus geluidsapparatuur en dat soort dingen meer. Maar we hebben daar 3 tenten staan, dus we hebben daar in principe daar voldoende spullen wel.